Welkom op deze nieuwe vlog. Het gaat over de stop van ons nomadenleven. We zijn geland in Beuningen. Ons nomadenleven is gestopt. Dat betekent niet dat ons vrij en onafhankelijke leven gestopt is. Maar we gaan er wel een andere vorm aan geven. Waarom, hoe, wat, waar, dat komt allemaal terug in deze video. Het enige wat ik kan zeggen is veel plezier met kijken. We zijn heel benieuwd wat je ervan vindt. Hier achter ons, dat is het plekje voor de komende maand waar we verblijven in Nederland. In Beuningen, onder de rook van Nijmegen. En die rook gaan we nu maken met ons eigen vuurplekje. Dat heb je hier. Dat kan je gewoon gebruiken, dus met de wind mee naar het weiland toe. Beter wordt het niet. En dat ga ik nu even aanmaken. Ik heb wat hout al gemaakt. En niet op de bushcraft manier, maar op de Zweedse manier met eierdoppen. Kunnen we elke dag doen? Ja, dat zou wel leuk zijn, hè? Elke dag fietsen stoppen. Nee, dat is niet lang te lang. En dat op 2 oktober. Tja, buiten in de tuin barbecue, ja? Een vuurtje roosteren. Mm. Maar dat hadden we al laten zien. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker aan tafel. Het is vroeg, denk ik. Ik weet het echt niet, maar de koffie is al klaar. Doet Tino altijd. Maar dat neem je dan over, hè? Het ruikt lekker, de koffie. Oh, jij ruikt er ook aan. Ik doe alleen gewoon... Nee, jij doet alleen zo. Het is allemaal show. En Fido, wat heb jij net gegeten? Mama, waarom had je het niet eerst over mij? Had ik het niet eerst over jou? Nee. Hoe kan het nou? Even opnieuw beginnen, mama. Ja, even opnieuw. Is er een kussen afgevallen. Kan ik hem dan nog opeten? Wat heb je daar dan? Passievrucht. We hadden het er net over, wat smaakt dat naar? Gewoon lekker. Is het nou deze? Ja. Zit er nog in? Ja. Klein beetje. Ziet er zeker lekker uit. Menselijke ontwikkeling, die volgen, dat is ook precies waarom we dat kamp gaan opslaan in Nederland. Jongens hebben geen Want voor Finan is het nu gewoon heel belangrijk in haar ontwikkeling om van andere kinderen te gaan leren. En sowieso vindt ze dat natuurlijk hartstikke leuk. Maar het blijkt ook zo te zijn dat ze daar dus heel veel van leren. Van samen delen, samen spelen, nou, allerlei sociale vaardigheden. Wat ga je vandaag doen, Filou? Opie. Filou gaat naar opa en oma, want wij gaan vanmiddag naar een schooltje kijken in Zutphen. Dus dat is leuk. Ja, een heel leuk schooltje. Filou vindt het ook nog hè? Even spannend. Maar jij hoeft er nu nog niet heen hoor. We gaan eerst eens kijken of het inderdaad wel wat is. Goed voelt. En goed voelt vooral. Het schooltje heet Aurijn. Het is een nieuwe school. Een Waldorfschool is het. Dus ze hanteren zeg maar de antroposofische stroming. Mondvol, maar ja, dat is eigenlijk dat ze zich vooral laten leiden door de natuurlijke ontwikkeling van de mens. Dat is wel leuk. Hè? Mijn hand gaat pijn doen van het kleuren. Van het kleuren? Ja, maar je hebt de visjes mooi gekleurd. Komt opa van. Opa komt bijna. Ja, een paar minuutjes nog. Ja, hij zal wel bijna zijn hoor. Gaat nu niet langer duren. Isofix, echt ideaal. Ja, het stoeltje gaat zo bij opa in de auto. He? Dan heb je een veilig stoeltje. Dan zet hem hier neer. Zie je? Nee, nog niet. Ben je toch maar buiten komen staan? Ja. Waarom dat dan? Gewoon, dan kan ik opa zien. Wow, wat een mooie dansjes zeg. Heerlijk. Heb je er zin in? Ja. Is hij top? Ik weet het niet. Zullen we eens kijken? Ja. Kijk eens. Leuk, hè? Nou. Kijk eens op. Dat komt zo hangen aan. Hoor je dan? Ja. We zijn in Zutphen aangekomen. Ja. Na een hele detour. Dus als we hier gaan wonen, moet ik de weg nog wel leren kennen. Want dat ging niet vanzelf. Nee.
Ja, daar is het schooltje. En het is een bestaande school geweest, denk ik. Maar je ziet nu al dat ze de tuin en alles aan het aanpakken zijn. Veel gebogen en veel met hout. Ja, houten klimrekken en dat soort dingen. Ja, we gaan het zien. En we zijn keurig op tijd. En de zon komt door. Ja. Keurig op tijd is echt, echt iets voor ons. Dus dat hebben we goed gedaan. Hè? Let's go. Zingen. Zullen we de juf ook gelijk filmen of zullen we dat maar niet doen? We gaan het eerst even vragen. Ja, precies. Ziet er in elkaar. Ik zag net daar bij een keukentje wel wat vliesjes. Ik dacht van, is dit wel... Ja, dat is schoon. Ja, oh nee, hier vliegt er ook een. Oh jee. Ja. Daar hangt dan dus niet van, hè? Nee. Maar ja, nee, verder ziet het er echt superleuk uit. Kijk, daar is zo'n herfsttafel. Ja, dat is ook superleuk. Dus we hebben zin. We gaan het zien. Ga eens maar even koffie drinken. Koffie drinken, ja. Nou ja, dit is dus een van de schoolklasjes, een kleuterklasje. Het lijkt zo erg op het peuterhuis in Dordrecht waar Filou geweest is. Met die huisjes en waar ze kunnen spelen. Natuurlijk gewoon de echte porseleinen kopjes. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar dat hadden ze toen daar ook. En hier weer de vliesjes van aan. Maar goed, dat zal opgeruimd worden. Maar ze koken hier dus ook soep, bakkenbrood. Je ziet dus aan alles dat het een nieuwe school is. Ze hebben net een waterpomp geplaatst. En wilgentakken, wilgenhut, wilgentipie, schommel, klimrek, een buitenschoolding waar ze dus lessen krijgen. Ja, dus ze zijn echt volop aan het groeien. En dat wordt dus allemaal door ouders gedaan. En ze vertelden net van ja, ineens waren afgelopen maandag verschillende ouders bezig bomen te planten. En die participatie, dus die ouders die meewerken, ja, dat spreekt ons ook wel aan. Zouden wij dus ook gaan doen. Dat is super, super leuk. En gelijk weer gelijkgestemde. Maar dat is logisch als je voor zo'n school gaat kiezen. Ja, hallo! Nieuwe dag. Tino en Filou hebben vanochtend al lekker ontbeten. Ik heb eventjes lekker uitgeslapen, wat ook wel heel fijn is. Het is vandaag vrijdag. En ja, ik merk toch dat er gewoon heel veel dingen zijn om over na te denken. Zoals het schooltje van Filou, waar we geweest zijn om te oriënteren. Ja, dat moet allemaal gewoon, al die informatie moet gewoon even... Ja, verwerkt worden. Maar ook het kijken naar huisjes in de buurt van Zutphen of in Zutphen. Of Warnsveld, een dorpje daarnaast. Schijnt ook hartstikke leuk te zijn. Maar ja, zoveel om over na te denken en zoveel nieuwe ontwikkelingen. Dat ja, het gaat best wel snel ook allemaal. Dus dan is zo'n ochtendje uitslapen wel even lekker. En ja, er staan gezellige bloemetjes op tafel, want die heeft Filou met opa en oma geplukt van de week. Je past nu één dag in de week op, wat ook gewoon hartstikke leuk is. Dus ja, dat geeft ons even de ruimte ook om ja, met alle nieuwe ontwikkelingen, beslissingen, keuzes bezig te zijn. Dinsdag hebben we een bezichtiging, aanstaande dinsdag. Dus ja, dat wordt natuurlijk ook best wel spannend. Ja, nu ben ik even wat foto's aan het editen. Ik heb net een nieuwe reels gemaakt van Ibiza. Dat we daar met een eentje rondrijden, toeren in het noorden van Ibiza. Prachtig, een aanrader. We waren daar voor een opdracht, zo ook in Cyprus en Malaga. Dus ja, we hebben zoveel mooie content geschoten. En dat moet ook allemaal verwerkt worden. Dus ja, er is zat te doen. Maar goed, alles op zijn tijd. Eén stapje voor stapje. En lekker overal van genieten. Dat vooral niet vergeten. Oh, trouwens, de Reels staat op ons Instagram kanaal inmiddels, denk ik, als jullie deze video zien. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Kijk, papa, daar is je bombus! Oh ja, wauw. We zijn dus naar Groesbeek gereden. Je hebt hier een avontuurbos. Nou, dat is echt een avontuur, hè, Filou? Midden in het bos, allemaal hele toffe klimrekken. Puur natuur. Wow, ik zit erbij staan graag. Ja, is goed. Oeh, dat is moeilijk. Nu moet ik hier overheen. Nu moet ik daar overheen. Oeh, twee handen. Als ik pas. Dat is een smal paadje. Wiebelbrug. Ik zie nog een huis daar.
Oh ja zeg. En daar is ook een. En nog. Er zit een kabouter in. En nog een twee. Oh, fantastisch zeg. Wat mooi. Dit is nummer twee. Dit is nummer tweetje. Hé, hey, zullen we daar kijken? Bij dat huis. Ja, is goed. Wat is dit? Wat denk je? Zeg jij het? Dat is een trollenhuisje. Een trollen? Ja. Is dat een trol? Dat is een trol. Hoe vind je die eruit zien? Best griezelig. En wie ik? Zo, tot hoe ver sprong je? Is dat het konijn? Leuk. Ja, hè? Aventurenbos Stekkerberg. Zo eentje heb ik echt nog nooit gezien. Het is echt superleuk. Het is af. Jullie zijn weer terug. We zijn weer terug, ja. Ja. En daarna zijn we nog even wezen scouten voor... Oh, lekker zo. Wees scouten voor de shoot met Bushcraft. Ja. En dus daarna kwamen we door de Betere. Een winkel waar ze... Oh, kijk, laat eens zien. Elstar appels. Euro de kilo. Oh, dat... Nou, dat is heel... Dat is, normaal betaal je 2,5 euro voor een kilo. Maar dat is in de Betere natuurlijk, vers gekocht. Lekker. En dan hebben we nog meer lekkere dingen. Ja, dus nu tijd voor een toosje. Tijd voor een toosje. Foto geëdit vandaag. Komt u maar, even. Ja, daar is die. Leuk. Vrijdagmiddag dus. Tijd voor een lekker wijntje. Proost. Malbec. Altijd goed, hè? Om mijn verhaal even af te maken. Ja, Nederland dus. We zijn in Nederland. Toch omdat hier onze roots is en we hier ons altijd het meest thuis voelen. We zijn op zoveel plekken ter wereld geweest. En ook wel plekken dat we zeiden van, oh, hier zouden we wel kunnen wonen. Maar uiteindelijk voelt Nederland toch echt gewoon als thuis. En vinden we het gewoon heel fijn om dan hier te gaan wortelen. En ook voor Filou en dichtbij familie natuurlijk. En vriendjes. Dus ja, we kijken er heel erg naar uit. En volgende week, dinsdag, hebben we een bezichtiging in Warnsveld. Dat is een dorpje naast Zutphen. En ja, heel leuk huisje, denk ik. Dus gaan we eens kijken. Oh, lukt het? Dus nou, we zijn bij opa en oma. Oh,